verhaal. Er zijn nog steeds lieden die accepteren dat de macht is aan het kapitaal. Zij zien niet al het kwaad gedaan door macht en geld en dwang tot arbeid. Verduisterd is hun denken door de goudglinsterende gordijnen van het vrije marktideaal. Geen vertrouwen heb ik nog in hoge heren, die zonder dat ik daarmee instem, mijn centen en mijn land beheren, rijdend in de duurste auto's en lopend in de mooiste kleren, trekken zij hun dikke portefeuilles en gebruiken hun gewiekste monden om iedere kritiek met versluierde vormen van omkoping en huichelarij te pareren. Nu ligt al ons aards gewin, gestapeld in de kluizen van een inhalige groep vertegenwoordigers van oude macht. Verstopt achter hekwerk en soldaten, verschranst in kapitale huizen. Terwijl de bankier, sponsor van alle ellende, zachtjes in zijn vuistje lacht. Ik geloof niet in een hoger wezen, gezeten op een grote wolk, die kniffelend aan de touwtjes trekt, bespelend al het mensenvolk. Wat zou hij, of zij, ziek zijn van de poppenkast hier beneden? Van alle zucht naar geld en macht en alles wat toch eigenlijk geen waarde heeft. En toch, er is nog hoop, want niet alles is te koop. De 99% gaat zich nu eindelijk roeren. Wereldwijd zijn er de occupanten, de occupiers. Ze veroveren de pleinen en de straten. Ze vechten met hun woorden en hun daden. Zonder vrees treden zij een nieuwe, eerlijke, sociale toekomst tegemoet. Tentenkamp in de stadse woestenij, maar ook een oase in een dorre woestijn. Laat de boodschap nog luider klinken. Verenig u in uw kritiek. Het moment is hier. Laat ons de wegbereiders zijn.